had hij bij moeten leren. Ja. Een beetje voetbal. Ja. Okay. Kijk, want als hij gewoon doet, vind ik hem nog aardig ook in het veld. Ja? Want hij kent best wel wat. Maar ik denk dat hij dat zelf nog niet weet. Nou, Sjaak, Ajax heeft een geweldige week achter de rug. Ja, 3-0 zeker. Valencia, 2-0 ADO. Ja. Nee, dus... maar dat is ook mooi. Alleen, kijk, die uitwedstrijd was natuurlijk schitterend tegen Valencia. Als je daar met 0-3 wint, nou, je ziet het ook in de Spaanse kranten. Niks dan lof voor Ajax weer. Ja. Ja, en dat is alleen maar mooi. Hoewel dat ook een wedstrijd was wat anders had kunnen verlopen. Maar tweede helft was Ajax absoluut veel beter. En, ja, goede goals en nee, prima prestatie. Ja. Maar ja, dan is altijd, die wedstrijd daarna, is dan altijd moeilijk. Je hebt gereisd, je bent misschien laat naar bed gegaan, je weet hoe het is. Even een overwinning vieren. En dan moet je zondags naar Den Haag. Ja, dat weet je, als je tegen Den Haag speelt, ja, die knokken voor alles. En dat is een goed recht. Maar ja, dan moet je wel... even de zegen veiligstellen. En dat is nog iets wat Ajax toch ook moet leren. Maar ja, je ziet het ook bij de andere ploegen. We hebben Feyenoord gezien. Nou, die gaat de boot in. Die hebben twee goede wedstrijden gespeeld. Winnen van Porto en spelen goed tegen Twente na een nederlaag. Ja, dan zie je hoe het is. En dan ga je de boot in tegen Fortuna. Nou, dan heb je een leuke week gehad. Maar dit is een domper. Nou, verder Ajax wint met 2-0 en met 3-0. Ja, ze houden dus ook twee keer de nul. Het lijkt allemaal makkelijk, maar ze krijgen heel veel schoten tegen. Ja. En Onana staat goed te keeper natuurlijk. Ja, die staat echt goed te keeper op het ogenblik. Verbloemt hij niet best wel veel bij Ajax? Ja, nou, dat is ook zo. Ik vind het achterin nog steeds af en toe een probleempje hoor. Ja. Het is dat Blind gisteren een wereldpartij speelde. Ja. Absoluut, verder de beste man. En niet alleen gisteren, die is ook heel goed. Ja, maar net op het juiste moment, hè. Ja. Kijk, hij brengt het toch op om die derde wedstrijd ook zo... dat vind ik prima van hem. Ja, want Blind, hè, er wordt wel eens gezegd van, wat is nou zijn plafond? Hij heeft natuurlijk bij United geprobeerd. Zie jij hem nog een stap naar de echte top maken? Nou, ik denk als Danny het zo, of Daly het zo voor elkaar hebt, nou, dan kan hij een aantal jaren lekker blijven. En dan is ook mooi. Ja, een beetje in jouw voetsporen als Mr. Ja, dat is toch prima. Ja, precies. Want records qua aantal wedstrijden, gaat hij dat misschien... Ja, dan moet hij nog een jaar of 8 spelen, denk ik. Ja. Misschien nog wel meer. Ja. En dat weet ik niet. Nee, oké. Okay. Gisteren waren er geen uitsupporters wederom bij. Ja. De directie van Ajax ging ook niet mee. Nee. Wat vind je daarvan? Ja, dat hebben ze besloten en het is ook vervelend dat de supporters niet mee, maar dat geldt voor allemaal. Ik snap het niet. Supporters zijn toch voor de club en dat ze juichen en dat is toch alleen maar mooi. Ja. Nee, gaan knokken tegen elkaar, ja, daar hebben we niks aan. Nee. Het gaat om het voetballen. Precies, nee, want het is natuurlijk niet voor niets dat ze er niet bij mochten zijn. Nee, natuurlijk, dus... is ook niet voor niks. En het ligt niet aan één club, het ligt aan alle vier. Ja. En, ja, dat is een ellende en dat is jammer, want in het buitenland zie je toch, als je in Engeland komt, tuurlijk wordt er ook wel eens, maar die gaan wel gezamenlijk naar een wedstrijd. Want de rivaliteit tussen ADO-Ajax, hè, ja, is altijd natuurlijk. Dat is al heel wat jaren, dat was in onze tijd ook. Precies, maar dat zie je ook een beetje op het veld terug, hè? Een Kramer die eventjes doorloopt op Onana. Ja, dat moet hij niet doen, nee. Want hij heeft het al diverse keren laten zien en er wordt steeds gestraft erop, dus daar heb je niks aan. Ja, gewoon proberen te voetballen. En met voetballen moet je proberen te winnen. En dan mag het best stevig gaan, maar niet van die gekke dingen. Nee, hij zegt na afloop, voetballend zijn we minder, dus moeten we iets anders. Had hij bij moeten leren. Ja. Een beetje voetbal. Ja, oké. Okay. Kijk, want als hij gewoon doet, vind ik hem nog aardig ook in het veld. Ja? Want hij kent best wel wat. Maar ik denk dat hij dat zelf nog niet weet. Oké. Okay. Iemand anders die geel pakte gisteren, Taliafico. Ja. Zijn vijfde alweer. Ja, dat vind ik ook te veel. Bewuste, denk je, gisteren? Ja, het zal misschien best een beetje bewust zijn, maar hij speelde ook niet goed. Nee. Hij was niet aanwezig. Nee, 5 kaarten? 5 kaarten al in 9 wedstrijden. Ja, 9 wedstrijden. Ja, dat is te veel natuurlijk. Ja, in Nederland is dat... Ja, maar al die Zuid-Amerikanen hebben dat een beetje. Er wordt toch daar ook anders nog gespeeld. Mm-hmm. Er mag meer, denk ik. Dus hij moet zich een beetje aanpassen qua gele kaart, want dan kost het een wedstrijden. Komende week staat Oranje op de planning. Ja. Nederlands elftal speelt voor 2 wedstrijden.
wordt veel gezegd en geschreven over Donny van der Beek. Want die is er weer bij, na zijn blessure. Ja. Moet hij in de basis staan bij Oranje? Nou ja, dat maak ik niet uit. Dat doet onze vriend wat vind je? Koeman. Nou ja, hij is in elk geval een speler die ze goed kunnen gebruiken ook. Ja. Hij komt in het Sasgebied. Nou ja, je hebt ook Wijnaldum. Wijnaldum, die kent het ook. Maar ja, die kent het een beetje naast elkaar, om en om. Met allebei spelen. Verrassingen, de jongen erachter. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dat maakt Ronald uit. Ja, precies. Ronald is de koning. Precies, ik zag je laatst naast Ronald zitten in het stadion. Worden dat soort dingen ook... Nee, we hebben meer over ons eigen... Nee, dat doe ik niet. Nee, ik heb me niet ermee bemoeien. Dat doe ik bij Ajax ook niet. Nee, precies. Trainer is de baas. Tuurlijk, allemaal een beetje commentaar geven. Ja. Kijk, je hebt allemaal een eigen mening. Ja, maar het kan zijn dat hij om advies vraagt. En daarom mag je wel eens een keer miszitten. Ja. Maar dat gebeurt best wel eens dat we met elkaar babbelen. Dat is prima. Ja, precies. Dat vind ik leuk zelf. Ik wou zeggen, hij gaat niet voor niets naar jou zitten. Hij wil misschien natuurlijk. Ik zal ook wel wat nieuws hebben af en toe. Ja. Oké, Nederlands elftal speelt nog 4 wedstrijden, geloof ik. Ja. Dan moeten ze zich gewoon plaatsen. Ja, zeker deze eerste 2. Ja. Dat is heel belangrijk ook. En Noord-Ierland is nog een beetje. Nou ja, voor de rest Nederland denk ik dat op dit moment zo is dat ze goed draaien. En je ziet echt weer wat nieuws komen. Mm-hmm. Nou ja, dan moet je gewoon je eigen plaatsen. Ja. En dat gebeurt ook.